Hey YouTube, welkom terug op mijn kanaal en welkom in deze nieuwe video. Mijn naam is Kevin en vandaag wil ik het hebben over mijn vorige video. Ja, daarin had ik het over de maanvissen die babytjes hadden, de Rio Nanais. En na het uploaden van deze video had ik het gekke gedacht om ze toch maar uit te halen en ze te gaan opkweken, om ze te laten groeien en grootbrengen. Ik weet het van mezelf, het is geen gemakkelijke taak, er kruipt heel veel werk in, maar toch wil ik er mijn kans op wagen. Het is voor mij ook de eerste keer dat ik het doe. Alhoewel de eerste keer, het is denk ik de tweede keer. De eerste keer is enkele jaren terug, toen had ik nog heel weinig ervaring in het houden van aquaria en zo. En ik vind dat ik nu toch wel iets meer ervaring heb. Ik heb mij toch in die jaren, dat die enkele jaren die ik bezig ben, toch kunnen meer informeren. Heb ik veel geluisterd naar anderen, wat zij doen en hoe zij het doen. Dus misschien kan ik het nu wel goed doen. Ik ga jullie nu meenemen naar het kweekbakje waar ze zitten. Naar daar. Dus ik heb een kweekbakje opgezet net naast het aquarium waar de Rasbora Galaxies in zitten. En de Pangyo Culi Oblanga of zo. Ja, ik kan die naam niet onthouden. En die enkele guppen. Van die guppen gaan we niet spreken. Goed, ik ga nu de camera draaien zodat jullie alles kunnen zien. Zo. Zoals jullie zien hier een kweekbakje, een heel simpel bakje. Ik heb die ook ergens ooit gehaald, gekocht of gekregen. Geen idee meer. Zoals jullie kunnen zien hier in het midden een plantje. Dat is de Vallisneria, waar de visjes op zaten toen ik ze overgebracht heb. Dus er waren er enkele van gevallen. Ik heb ze dan uitgeschept. De ouders waren niet zo zeer tevreden, maar goed. Zoals jullie kunnen zien is er ook een klein terracotta potje. Dat terracotta potje dient enkel maar om dat plantje beneden te houden. Ik laat het erin omdat ze toch hier en daar toch, zij misschien toch wel van kunnen eten, mocht het zijn dat ze niet genoeg voer hebben. Maar dat zien we dan nog wel. Er is ook verwarming in een sponsfiltertje aangedreven op een luchtpompje. Ik ga nu proberen de visjes in beeld te brengen. Ze zitten daar rechts in het hoekje. Ik weet niet of jullie al gezien hadden. Ik zal proberen. Ik denk niet dat dat zo simpel zal zijn. Jullie kunnen ze daar zien. Het probleem is, het scherpstellen is niet gemakkelijk op die kleine pernukkeltjes. Ja, die zitten daar. Je kunt ze daar zien. Ik kan er proberen iets meer licht te geven. Alhoewel dat dat niet veel zal. Ja, je kunt ze al beter zien. Daar zitten ze. Ik heb ze ook net gevoerd. Ik geef nu momenteel gedecapsuleerd Artemia. Ze eten er wel van. Ik zie het aan hun buikje. Hun buikje mooi vol is. Het is nu moeilijk te zien op de beelden uiteraard. Maar daar zitten ze. Er zitten een stuk of 15 in. Ja, ik zie dat er daar ook ergens zitten. Ja, moeilijk te kijken, beeld te krijgen. Wat is de bedoeling dat ik dat bakje die hierboven staat, is eigenlijk voor de waterwissels te doen. Ik doe 2 maal per dag ga ik minstens 50% waterwissel doen. Omdat je ook veel moet gaan voeren. Ik ga ook proberen een systeem te vinden om automatisch te gaan voeren. Ik ben er nog niet aan uit hoe ik het ga doen, maar dat zal wel komen. Ik ga ook levende Artemia geven en hoe ik dat ga doen. Of hoe ik ze kweek, zal ik ze dadelijk tonen. Ik heb iets gemaakt. Is dat iedereen wel zou kunnen maken. Daarvoor gaan we eventjes ergens anders even mee terug in beeld brengen. Je ziet me niet, ik ben donker. Goed, ik ga nu naar de keuken, want ik heb iets gemaakt. Ik moest iets maken. Ik had eerst gedacht van ik zal het zelf kopen. Maar toen ik zag hoeveel het eigenlijk kost, dacht ik van voor die prijs kun je het niet maken. Ik had nu gekeken bij JPL en de Artemio, zo'n kweek dinges. Was 40 euro, met luchtpomp en al, dat wel was 40 euro. Ik dacht van, 40 euro kan ik ergens anders aan besteden. Aan andere dingen. En ik heb hier achter mij, heb ik een eigen kweekfles gemaakt voor Artemia. Toen weet ik het echt niet zo moeilijk om te maken, om zelf te maken. Dus ik zal nu even doen. Jup, terug camera draaien. Zipla. Goed, zoals jullie kunnen zien, een houder die ik ook zelf in elkaar heb gestoken. Ik ben er misschien 10 minuten mee bezig geweest. Dus zo heel moeilijk zal het niet geweest zijn. Enkele vijfjes, enkele plankjes, stukken zagen. Dus waar ben ik mee begonnen? Dus het houdertje te maken. Daarna heb ik een fles. Het is een cola fles. Heb ik de poep afgesneden, zal ik maar zeggen. Zijn onderkant eraf. Wat heb ik dan gedaan? Heb ik een dopje van de fles, heb ik een gaatje ingeboord. In dat gaatje heb ik een darmpje. Dat darmpje is van een osmosetoestel.
Waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik een kraantje had van het osmosetoestel en ik kon dat eigenlijk perfect gaan gebruiken om dan, als ik de Artemia wil gaan oogsten, kraantje open en ze komen er gewoon uit. Doe dit door een zeefje, dus heel gemakkelijk. Zoals je ook gezien zit er nu water in. Het is nog aan het opdrogen, want ik heb hier tik 7 gebruikt en mijn handen hangen er ook nog vol van. Hup, daar. Dus tik 7 gebruikt om het volledig af te dichten. Ik ben er altijd zeer tevreden van die tik 7, dat heb ik al gezegd. Dan links heb je het luchtpompje, een klein luchtpompje. Iets heel simpels. Je vraagt mij het ook even van JBL, de Eco Air 40. Meer dan genoeg om dat te doen. We zullen zien. Ik heb ook eitjes mogen of gekregen van iemand die ik mag testen. Ik moet enkel nog zout gaan halen, dat ik straks ga doen. Ik heb nog zout nodig voor erin. Dat kan ik dan nog vanmiddag opzetten. Om dan, ja, te kunnen oogsten. Om dan de visjes eten te kunnen geven. Zodat ze goed kunnen groeien. Want dat is de bedoeling, dat ze heel veel kunnen groeien. Dus, Artemia kweken is niet zo moeilijk op zich. Ik had het ooit terug, enkele jaren geleden, als ik de eerste keer mijn aanwijs eitjes had, ook geprobeerd. Die Artemia kwam niet uit. Waarschijnlijk lag het aan de eitjes die ik had. Het is ook heel belangrijk, dus bij Artemia, wat het belangrijkste is, dat je goede eitjes hebt. Hoe kun je dat weten? Gaat moeilijk. Ik weet het ook niet, ik heb het ook gekregen, ik ken het merk niet. Wat staat erop? Artemia Coral, Artemia Cysts, waarschijnlijk is dat van een zeewater, Brine Shrimp X. Ja, staat erop 95% uitkomst. Zullen we zien als het effectief zoveel zal zijn. Ik weet ook niet hoe het zal zijn. Dus dat gaan we zien. Dat zien we nog allemaal. Dus ja, is Artemia kweken op zich niet moeilijk. Ze hebben zout nodig. Het water waar ze in moeten zitten moet ook wel warm, niet warm zijn, maar toch wel low warm zijn. 20, 25 graden aangewezen. Met dat weer dat er nu is, is dat zeer interessant. Dat is nu binnen een huis 22, 23 graden. Ik moet het eigenlijk bijna niet gaan opwarmen. Ik voeg er wel low water aan toe met het zout, omdat ook dat zout beter oplost dan. Om dan de Artemia's te gaan kweken. Dus ja, op zich, we zien wel wat er gebeurt. Ik ga je zeker op de hoogte houden in de komende video's in de toekomst, hoe het verder ermee gaat. Het kan zijn dat ik plots morgen zie dat ze allemaal dood zijn. Ik zal ergens aan een fout gemaakt hebben, maar dat zien we dan nog. Mochten jullie meer updates, ik zal sowieso updates doen via Instagram, via Facebook. Dus in de link, in de beschrijving hieronder staat een link naar deze pagina's. Daar ga je me altijd kunnen volgen. Ik zal wel dagelijks updates brengen over van alles en nog wat. Mocht je leuk nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, doe dat zeker door op dat rode knopje hieronder te klikken. Daarnaast staat een belletje, zodat je op de hoogte wordt gewoon van iedere nieuwe video. Goed, ik ga deze video terug afsluiten. Het is terug mooi weer vandaag en ik ga er terug van genieten. Ciao.